Meneer Heijnen, zometeen minister van Financiën. U heeft net de hoorzittingen achter de rug. Ik hoop niet dat ik u beledig, maar het is de bekende plaat die we gehoord hebben. Degelijk overheidsbeleid, bezuinigen en niet de lasten verhogen. Heb ik dan goed samengevat? Ja, en ik denk ook dat u dat de komende 3 jaar nog gaat horen. Ja, want dat is het adagium de komende tijd? Zeker. Dan kunt u dat even iets verder toelichten? Kijk, op dit moment wat we zien, dat is de overheidsfinanciën staan er nu goed voor. We hebben een laag staatsschuld, het begrotingstekort bevindt zich nog tussen de normen. Maar we zien ook de tegenvallers zich opstapelen en de uitgaven nemen toe, waardoor het begrotingstekort verder oploopt. Ik vind dat onverstandig. Daarmee schuif je rekeningen naar toekomstige generaties. Dus ik vind dat we dat moeten ombuigen. En dat betekent dus dat je ook moet gaan bezuinigen. En dan kies ik er echt voor om dat aan de uitgavenkant te doen. Want aan de lastenkant vind ik het onverstandig. We hebben afgelopen jaren gezien dat die lasten vaak werden verhoogd. Ook bij bedrijfsleven en ondernemers tot grote zorgen leiden. En dan raakt het gewoon ons verdienvermogen en ons vestigingsklimaat. Ik wil daar ook echt een aantal maatregelen terugdraaien. Dat zit ook in het hoofdlijnenakkoord. Zodat we ons verdienvermogen overeind houden. De overheidsfinanciën netjes. En het allerbelangrijkste, de begrotingsdiscipline en de rust weer terugbrengen in het begrotingsproces. U noemt rust in het begrotingsproces. We hebben ook vanuit het bedrijfsleven gehoord. Als de lasten dan verlicht wordt, doe dat voorspelbaar en niet midden in de nacht tijdens een debat na de begroting bijvoorbeeld. Ik denk dat dit een van de grootste frustraties is in het bedrijfsleven. Er is echt niemand die mij opbelt en die zegt, ik slaap slecht van een procentje meer of minder. Maar het is de onvoorspelbaarheid waardoor we ook in de bedrijfsplanning daar geen rekening mee kunnen houden. Dus dat bedoel ik ook met de rust moet terug en de voorspelbaarheid. Ik vind wel dat ik een aantal maatregelen nu moet terugdraaien. Dat maakt het wat onverwacht allemaal. Maar er zitten echt een aantal lastenverzwaringen in die ons vestigingsklimaat zware schade toebrengen. Ligt er die eens toe? Nou, bijvoorbeeld wat we vorig jaar zagen bij de algemene politieke beschouwing. Daar werd toch in één nacht, in één pennenstreek, zonder er goed over na te denken, grote belastingverzwaringen doorgevoerd. Dat zat in box 2 voor ondernemers. Het zat ook in die inkoopfaciliteit eigen aandelen. Waardoor bedrijven op een gegeven moment zeggen, dan moeten wij echt in een ander land ons gaan vestigen. Of onze investeringsplannen elders gaan uitvoeren. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde. Dit raakt rechtstreeks je verdienvermogen van je economie. En dat moeten we gewoon niet doen met elkaar. U noemde de tegenvallers al. Nu hebben we eigenlijk in een week gezien dat er een tegenvaller op box 3 zit. In ieder geval 4,5 miljard en dan nog 1,5 miljard minimaal per jaar. En dan hebben we gisteren gehoord dat Tennet, het verkoop aan Duitsland, niet doorgaat. Wat weer een tegenvaller is van 1,7 miljard. Bezorgt dat u voor deze zomer naar de begroting toe al gelijk kopzorgen? Ik vind het wel zorgelijk. De tegenvallers stapelen zich nu op. Ik had graag ze niet aangetroffen en een begroting die meer op orde was. We zien als we nu niet ingrijpen dat het begrotingstekort al door de 3% norm gaat. Dus daar moeten we op ingrijpen. We zien ook tegenvallers. Dus dit wordt een zware klus. Ja, u zei, ik ga ook nog even, als ik op het ministerie zit, uiteindelijk onder de motorkap kijken. Dat klonk een beetje. Ik ga even zoeken of er nog meer in zit. Mogelijk, u verwacht dat al? Nou, ik ben natuurlijk nog niet beëdigd. Dus ik weet niet wat er nu allemaal in de begroting aan de hand is. Dus dat noemde ik. Ik ga eerst onder de motorkap kijken. We horen nu in de media de tegenvallers. We weten ook, er zijn vaak meevallers. Dus in het ideale scenario kan je die tegen elkaar wegstrepen. Maar ja, als de tegenvallers groot zijn dan de meevallers, dan moeten we opnieuw gaan puzzelen met elkaar. Het wordt een hete, korte zomer voor u. Want eind augustus moet die begroting er al liggen. Hè? Dan moet dat doorgerekend gaan worden. Gaat u dat halen? Want er moet ondertussen ook nog een regeerprogramma geschreven worden. Ja, ik heb veel vakanties moeten afzeggen de afgelopen jaar. En ik vrees ook dat deze zomer de vakantie eraan gaat. Daar ben ik ook zeer toe bereid. Omdat we een korte tijd hebben om een aantal hele belangrijke zaken uit te werken. Bent u het met me eens dat het heel kort is? Nee. Als je in het verleden hebben we in de zomer ook vaak een miljoenennota belastingenplan nog op het laatste moment moeten aanpassen. Maar toen lag er een coalitieakkoord. Dat moet nu ook nog geschreven worden. Ja, maar je ziet toch ook vaak politieke debatten die tot aan de zomer lopen. Daar komen wijzigingen van beleid uit die dan ook nog in de zomer verwerkt moeten worden. Het is waar. Nu ligt er echt een hoofdlijnakkoord. Dus we moeten veel meer bijsturen. En dus werk aan de winkel. En daar ga ik ook graag mee aan de slag. Nog één kort vraagje. De heer Zalm, die zei altijd, voor economisch en financieel nieuws luister ik naar BNR. Ik wil eigenlijk van u weten, geldt dat voor u ook? Zeker, en ook uw podcast luister ik dagelijks. Okay.